Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe video hier op het Wiersmol 2018 kanaal. Het is vandaag een wat kortere video, maar zeker geen onbelangrijke. Want er is Wie is de Mol 2018 nieuws. Via Facebook kreeg ik namelijk deze screenshot binnengestuurd met daarop een bepaald programma dat ingeroosterd staat op NPO 1. Namelijk op vrijdag 10 november volgens deze foto om 21:50. En deze foto kwam van wieisdemolhints.nl. Alleen, ja, waar die foto daadwerkelijk vandaan komt, hoe zij eraan komen, dat weet ik niet precies. Dus daarom had ik zoiets van, ik ga gewoon eventjes naar de website van NPO. Kijk ik daar eventjes op de tv-gids. En dan moet ik er wel achter zien te kunnen komen, toch? Goed, aangekomen op de website van NPO, klik je gewoon op gids. En dan kun je dus de tv-gids bekijken. En wat het nadeel ervan is, is dat je nu alleen maar tot en met woensdag 8 november kunt gaan kijken. Maar er is een ander dingetje, namelijk bovenin op je URL-balkje, als ware, waar je de website invult, kun je van 8 november natuurlijk 10 november maken. En dan gaan we ook daadwerkelijk even kijken of er ook echt iets ingepland staat. En dit moet officieel kloppen dus natuurlijk. Dus we gaan heel even kijken of er echt daadwerkelijk dus iets op 10 november gaat gebeuren. En bij NPO 1, dat is volgens mij de linkerbalk, zie ik op dit moment om 8:30 nog niks gebeuren. Het kan ook zijn dat het dus op een zaterdag is. Dan ga ik heel eventjes een dag verder. Dan is het op de 11e, 11 november. Dan gaan we dat gewoon even aanklikken. Nu zitten we op zaterdag. En op zaterdag, ja, op zaterdag staat er wel iets. Wie is de Mol? 20:20. Dus op zaterdag 11 november moet er dus iets gaan gebeuren om 21:50. Op NPO 1 dus. Dus dan weet je dat bij deze dus nu ook. Ik heb geen idee wat het gaat zijn. Ik denk een soort promotie. Misschien een soort introductie van het seizoen. Maar het gaat maar 10 minuten duren. Dus ze gaan niet heel erg veel vertellen, denk ik. Of alleen hele duidelijke informatie. Misschien worden alle kandidaten al gelijk bekendgemaakt op die dag. Het zou heel goed kunnen. Maar zet het in ieder geval even in je agenda. Om 21:50 dus. Op 11 november NPO 1.